Peter, waar ga je naartoe? Peter gaat weer eten. Hallo, ik ben de Messer en welkom terug bij de Sims 4. De vorige keer is Valerie ouder geworden. Kijk eens aan, waar is Valerie? Valerie zit achter de PC, er is een lamp voor de bakkers. Wacht even. Zo, Risse. Ze gaan weer staan. Goed! Wat ik trouwens vorige keer ook zag toen ik aan het bewerken was, maar dat viel mezelf toen niet op toen ik aan het opnemen was. Soms lopen ze door dit muurtje heen. Beetje gek, wie is dit? Dat is toch David de Sim? Ja, Jesper. Jesper. Ja. En we gaan vandaag verder. Ik weet niet precies wat we gaan doen. Misschien een beetje met Peter. Met zijn vampier skill een beetje van alles doen. Hij kan al dit en al doen, maar ik wil dat hij een groot meester van vampier wordt. En daarvoor ja. Moet je gewoon heel veel vampirische dingen doen als het ware. Dus bijvoorbeeld een beetje. Duistere meditatie. Oh, nou eens. Oh god, hij heeft helemaal geen goede relatie met Valerie, zeg ik. Jongen. Nou goed. Dat kan. Kunnen we een beetje verbeteren misschien ook, maar... Weet je, het irritante is, het gaat steeds weer verder eraf, omdat Peter steeds gaat sissen. En dat is een beetje, ja... Maar goed. Oei, Donna, lekker veel geld verdiend. En Valerie moet over een uur aan het werk. Maar ik, ja, Donna die is veel te dik, heet. Donna, echt jongen. Ik zat in vorige video te editen en ik schrok me. Dood. Donna is veel te dik. Oh, kijk eens. En Peter, die is goed bezig hoor, hé. Nou ja, Donna die heeft gewoon te brede heupjes en daar moeten we wat aan doen. Dus Donna moet eigenlijk heel veel gaan rennen en sportschool misschien. Peter is de vorige keer geweest, ik weet niet of dat iets heeft geholpen. Nou, doe eens even wat vriendelijke vragen hoe de dag was. Zo. Die gaan sissen ondertussen dan, want dat zou een beetje alles verpesten. Een vampier, grap maar. Oh. Ja, ze gaat naar werk. Maar kijk dan. Zij is toch verkoopmedewerkers, of niet? Ja, die, van de kledingwinkel. Die schoenen. Valerie gaat werken. Oké, dan zitten we hier alleen nog thuis met Peter en Roos. En Roos die gaat nu terug naar de kamer. Waar is Roos? Doet ze daar nou? Oké. Roos, die heeft honger. Kijk, het voordeel is, wij hebben hier altijd een hoop in de koelkast. Lekker smikkelen. Is er nog huiswerk? Ho, wat doe ik nou? Ho, 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 ho. Ja, dan kan ze daar naar huiswerk gaan maken toch? Of... Ja, moet, zal wel moeten. Donna is aan het slapen, dat is ook nodig. En Peter, daar gaat vooral altijd best wel heel goed mee. Alleen wat ik dus bij Peter wil, is deze skill. Waar is die? Waar is die? Deze. Die wil ik helemaal op zijn max hebben, zodat hij tegen de zon kan. Want dat vind ik altijd wel heel irritant, dat hij dat niet kan. En daar gaan we dus wat aan proberen te doen. Peter, wat doe je? Oeh, de plantjes. Ontwikkelen. Dan moet je even de zon in, maar hij is er al best wel wat immuun voor. Niet al te best. Hij kan nog niet volledig tegen, maar wel goed. De harde verbeter heeft de appel op het woord uit. Zo, mooi. En Roos heeft huiswerk af. Oké. Okay. Even kijken, hoe is het met mijn plasmaboompje? Niks aan de hand. Oké. Okay. Snel, ja, hier, zon. Snel naar binnen vliegen. Bye-bye. Aha. Volgens mij is hij wel wat dunner geworden. Oh nee. nu hij zo gaat staan. Nee. Hij heeft dorst. Moet je even... Oh, Roos toch. Dan moet hij even wat drinken. Doe eens. Ja. Of hij gaat diep te drinken. Kijk, Peter kan het goed. Oh, nu niet. Shit. Kom eens terug, mevrouwtje. Dan komt er Peter naar je toe gelopen met zo'n zoete houding. Juist. En huppatee. Kijk, maar dan gaat dit ook weer omhoog. Even een leliebloempje oogsten en dan snel naar binnen. Nou ja, snel, het wordt nu donker, dus op zich hoeft dat niet. Peter mag doen wat hij wil. Roos is aan het slapen. Oké, slapen.
Ja, alleen Peter is nog wakker en Valerie. Ik weet niet wanneer. Wanneer komt Valerie thuis? Valerie. Oké. Om 10 uur, prima. Hoe is Peter? Kijk, kom lekker dichtbij, hè, want ik wil gewoon eens een keer groot mee zijn. Want volgens mij is Bellatrix, is die dat nog niet. Kom mijn geest als vriend, man. Hoe is eigenlijk zijn relatie met Roos? Och, gaat niet goed, hè? En die Madonna gaat ook een beetje achteruit. En dat moeten we al helemaal niet hebben. Kijk hem lopen. Wat gaat hij nou doen? Handen wassen. Even dat vieze bloed van mijn handjes afwassen. Nou ja, Peter. Ik zou zeggen, doe even wat aan je dikkigheid. Wat is eigenlijk ook weer zo'n sportoutfit? Oh ja, wat dat samen voor natuurlijk. Ja hoor, dit. Huppatee. Mooi. Doe even op 3. Is hij daar weer? Daar is hij weer. Doe nog... Oh, nee, Valerie. Wat moet hij eigenlijk doen voor zijn baan? Dank je, ben ik niet begonnen. Oh, hij rent naar de tv. Valerie, ik kan erin kijken. Maar Peter, eigenlijk moet je hier laten. Oeh. Valerie is natuurlijk nog steeds kwaadaardig. Dankjewel, Davy. Nee, zie hem er staan. Maar ja, voorlichting. Ja, laten we dat doen. Een diepgaand gesprek. Ja, gewoon, dit moet gewoon even omhoog. Tussen die twee. Nee, al niet. Dan krijg je op de achtergrond van Weerwolven. Oh, dat was niet goed. Ah, jawel. Hish-bipsel-lagoosh? Knoflook, daar hebben we een bloedhekel aan. Peter heeft niveau 4 van de vaardigheid gamen bereikt. Dat is heel mooi. Boksbal kopen. Doe maar. Gekke bekken trekken in de spiegel. Dat kan je ook wel even doen. Gekke bekken trekken. Doe het maar eens. Dan hebben we dat ook weer voltooid. Dan pakt hij even de tablet erbij. Hé, hey, Donna. Dikkert. Oh. Goh, Mans is net wakker en ze... Oh. Nee, ik doe dat maar niet eten, Donna. Ja, oeh. Kijk, Peter ruimt het al op. Pak dat maar, Donna. Want ga geen bedorven taart eten, natuurlijk. Kom, mooi bloemetje. Oh, Peter, wat doe je toch? Och, Peter. Kijk, en eigenlijk zou Donna even naar de sportschool moeten. Zullen we dat doen met Donna? Even naar de sportschool. Reizen met Peter. Want Peter die heeft die buik moet er ook een beetje af. Peter ziet je daar. Goeiedag. Nou, daar zijn we. Peter, jij moet zo zorgen dat je bliksem naar binnen komt. Want je staat in de zon. Goed. Peter, dan mag jij beginnen met... samen trainen natuurlijk. Samen met Donna. Huppatee. Dan gaan we het hier hoor. Zie ik sneller. Huppatee. Met Donna kletsen. Ah ja, kijk eens. Daar gaan ze hoor. Huppatee. Hallo. Oh, Peter. En dat snap ik niet. Waarom heb je dan dit hier hangen? Is dat nog een... Oh, is dat nog een speciale kamer daar ofzo? Of dat is gewoon een spiegel. De yogamat. Hé, hey, en daar is Hanna. Nou, even sporten jongens. Huppatee! En... Oh, Peter.
Peter 4 loopt te snufferten. Juist! Donna kan nu eiwittige shakes maken achter de bar. Wat kom jij nou weer doen, Jesper? Maar Donna heeft toch ook... Ja, eens keer, niveau 5 van de... Oh nee, fitnessvaardig heeft niveau 6. Dus er moet nog eentje omhoog daarvoor. En trainen extra 75%. Peter, wat doe je nou? Ga je nou gewoon praten? Nee, doortrainen. Je moet dus doortrainen. 24 euro om de rekening te betalen. Oei. En niet vergeten dan. We hier hebben wel een bar, dus we zouden hier nog eiwitshakes kunnen maken, eventueel. Dat hij. Ja, het is vooral Donna, hè. Moet je zien hoe ze eruit ziet. Die heeft toch wel eens even een dunner buikje nog. Dat zeker. Ja, hé, god, gaat bij elkaar. Hé, hey, er is. Hoe heet die Caleb? Oh, duurt echt die handjes. Zo. Twee uur. Donna doet een beetje. Oh, Donna moet klassen. Dan doe je dat even, Donna. Ga je even snel naar de WDC. Je ziet er lopen hoor. Huppatee. Ga ook gelijk even douchen, Donna. Oh, dat is geen. Oh. Die dan. Juist. Oké, de achterste twee zijn mannen, vrouwen dus. Oei, Peter! Wat stink je? Jemig. Maar toch vrolijk lopen hoor, Peter. Ja, hé, hey, kerel. Dat wil ik gaan douchen. Oh shit. Peter. Thuis? Thuis? Waar is je thuis? Nou zeg, Peter. Oh, Peter moet bijna aan het werk ook. Oké. Okay. Zware training, Donna. Ja, het gaat ook meer om Donna, natuurlijk. Gelukkig. Oh, ik wou zeggen, ga nog zo trainen. Huppa! Hup, de beentjes. Dat gaat, dat gaat steeds langzamer. En dat zou in het echt natuurlijk ook zo zijn. Op het begin gaat het beter en dan uiteindelijk dan... Oeh, wordt het steeds moeilijker. Leuke boekbal. Peter gaat werken. Ja, maar Donna, nu mag jij... Galen. Nu mag jij eens laten zien hoe sterk je bent. Bah! Slaan met Donna. Ja, zip! ze willen ook een. Oh, een boxbal kopen. Dat is Peter. Ja. We hebben geen kamer voor. Dat is het. We hebben gewoon geen kamertje voor. Fitnesskamer. Zou ook wel goed zijn. Hé, hey, dat is toch. Wieger? Ja. Donna, 1, 2, huppatee. Je kan wel zien wie die beter in box is, hè? Wieger of Donna? Kijk, Donna met de bewegingen. Ziet er alleen een beetje dom uit. Huppatee! Ja, je zou niet voor Donna willen staan, hoor, want... oh, is dat de fitnesscoach? Ja. Jan Groen. Daar zijn nou die boksbal met een huppatee. Pas op hoor, want die Donna... Zal zo slaan hoor, kijk eens. Huppatee! Je komt maar daar. Donna, kijk even naar Chris. Hé, hey, hallo Chris. Zijwaartse trap. Huppatee. Even doen, Donna. Donna. Sorry. Ja, even snel douchen dan. Nou, dan kom ze hoor. Huppatee. Wat is er weer? Zijn we aan het strap? Alle hup. Zo. Hup, 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 hey. En...
Niveautje omhoog. Het gaat sneller als je energiek bent. Maar... ah, kijk eens. Niveau 6. Donna kan de spierbal laten zien aan andere sims. Ja, kan ze ook de dikke buik laten zien aan andere sims. Oh. Gaan we naar huis, Donna. Oké. Daar gaat ze. Ja, kijk eens. Energiek. Lekker joggend naar huis. Zo, daar zijn we weer. Oh, wacht eens. Wacht eens, is ze nou dunner geworden? Ja, zeker weten wel. Kijk eens aan, dat ziet er beter uit, hè? Goh, eerst die heupje. Zo, man. Dit is op zich wel een goede... ja, dit is meer echt Donna. Als in Doctor Who, hoe ze eruit ziet. Maar we moeten natuurlijk ook nog wel een stukje dunner maken, denk ik. Want anders wordt ze weer heel snel zo dik als het eerst was. Hoe is het met Peter? Is die dunner? Ziet er wel uit, hè? Die ziet er wel wat dunner uit. Dat is mooi. Ja, Donna, dan moet je wel even... ho, ho. Niet gelijk chili pakken. Doe dan even iets gezonds. Doe maar gewoon lekker... kapper salade. Roos, heb jij honger toevallig? Nee. Dan mag ze dit opbergen. Oké. Kookniveau 2. Nou goed. Lekker eten, Donna. Hoi! Legendarische drankjesvis. Nee, niet kopen. Want het is meer ingetrapt. Het was een oplichter. En Valerie heeft 160 euro verdiend. En daar is ze dan. Zoek even naar de WC. Weet je waar ik wel een beetje bang voor ben? Dat Valerie deel ook op een gegeven moment super dik gaan worden. Dikke kans. Lekker Donna. Mooi. Nee, ze gaat haar kijken. Ze gaat haar eten bedoel ik. Ja, nou dan moet ze naar bed. Maar kijk, dit is nu al mooi compleet. Als Huptain heeft zo'n goede... ja, ideale stemming is energiek. Mijn maandag moest pas weer werken. Wel prettig. Zeer prettig. Zondag niet werken, maandag wel, dinsdag niet, woensdag wel. Donderdag niet, vrijdag wel. Was wel een prettig dingetje. Peter, nu moet hij werken. Heeft hij ook een prettige week? Op zich wel. Zondag, dinsdag. Of zondag, donderdag en zaterdag. Valerie dan. Dus iets minder prettig zeker. Ja, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Gewoon zo wat normaal. Gaat ze naar bed? Gaat naar bed. Mooi. Het zal wel lachen zijn als je dan ook echt een nieuwe kleren moet kopen als ze dikker worden. Als je ziet dat hun broek ineens veel te wijd zit. Goed. Maar best mis. Voor nu zet ik er een punt achter. Ik hoop dat je het leuk vond. Doe dat je duimpje omhoog leuk vond. En abonneer natuurlijk even op mijn mensen. En live mensen als je het niet doet. Tot de volgende keer. Dag hoor.